U kon dat mes weggooien. Bijvoorbeeld onder de bank. U had kunnen proberen zich los te rukken. U had met het mes kunnen dreigen. U had om de anderen niet de potentieel dodelijke plek kunnen steken. En dat terwijl die bewuste avond zo gemoedelijk begint. Jerry is net in de Albertdaarstraat komen wonen. Als hij de buurman tegenkomt, doen ze een drankje bij Jerry thuis. Maar het blijft niet bij één drankje. Beide mannen worden stomdronken, waarna de sfeer omslaat. Het slachtoffer zou volgens Jerry met een mes op hem af zijn gekomen. Als hij het mes weet af te pakken, moet hij wel steken. Maar daar geloven de nabestaanden niets van. Zij kennen hun familielid, dat was geen lievertje. Alleen als hij iets met iemand ter verhapstukken had, dan deed hij dat met zijn vuisten. Nooit met een mes. Zo was hij gewoon niet. En het is al erg genoeg wat er gebeurt. Maar als er dan ook nog eens een onjuist beeld ontstaat in de buitenwereld, dan doet dat dubbel pijn. De nabestaanden zeggen wel tevreden te zijn met de 7 jaar cel die de rechter heeft opgelegd. Voor Jerry is het uiteraard wel een teleurstelling. Maar of hij in hoger beroep gaat, is nog de vraag. Ik heb net kort even met hem besproken, maar het vonnis is natuurlijk uitgebreid. Dus dat gaan we eerst rustig bestuderen en nemen we de tijd voor om te beslissen of we hoger beroep gaan instellen. Dat weet ik nog niet. De familie van het slachtoffer hoopt in elk geval dat deze zaak nu snel is afgerond. De afgelopen 14 dagen zijn slopend voor hen geweest. Er komen nog 14 lastige dagen aan. Dat is namelijk de vraag of er hoger beroep wordt ingesteld. En als dat niet zo zou zijn, wat zij hopen, dan kunnen ze aan de verwerking gaan beginnen. Dat is hartstikke belangrijk voor hun om verder te kunnen gaan met hun leven. Ze zullen wel door moeten, ook al is dat gemis er en zal dat gemis er altijd zijn.